Een missie van hartchirurgen en operatieverpleegkundigen is in Suriname. Voor de jaarlijkse kinderhartchirurgie-missie. Missieleider Dave Koolbergen, hij is kinderhartchirurg, zegt dat deze missie in 2005 weer was opgepakt omdat de ontwikkelingshulp was stopgezet. Koolbergen geeft aan dat de kinderen die voor 2005 geopereerd moesten worden, zonder hun ouders naar Nederland zijn gestuurd. Ze werden dan geplaatst in een gastgezin en na een paar maanden vlogen ze terug naar Suriname. Dat was altijd heel traumatisch voor de kindjes. De leeftijd is heel variabel. De meeste zijn ergens tussen een paar maanden en 10 jaar oud. Maar soms doen we ook wat oudere kinderen. Maar ja, dat varieert heel sterk. Het is complexe zorg. Dat komt omdat je hooggespecialiseerd personeel nodig hebt. Dus een kindercardioloog die uitzoekt wat er met het kindje aan de hand is en die dan mij laat weten wat ik moet repareren. En dan na de operatie moeten die kindjes ook een dag of soms een paar dagen meer op de intensive care verpleegd worden, omdat het nog een kritische fase is. Dus je hebt een gespecialiseerd team nodig daarvoor. Voordat de missie naar Suriname aftreedt, wordt er een screening gedaan om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een operatie. Koolbergen zegt dat daaruit weer geselecteerd wordt welke kinderen daadwerkelijk geopereerd zullen worden. In Suriname worden jaarlijks zo'n 15 tot 20 kinderen geboren met een hartafwijking. Ik vind het heel mooi werk om te doen. Het is een hele andere manier van werken dan in je eigen ziekenhuis. We werken hier heel efficiënt met een klein team, waarbij iedereen heel goed op elkaar is ingespeeld. En we hebben allemaal dezelfde intentie om, ja, die 2 weken dat we hier zijn, zoveel mogelijk kinderen te helpen. En daardoor werken we eigenlijk iets efficiënter dan thuis. We laten bijvoorbeeld de kinderen meteen na de operatie wakker worden. Terwijl in Nederland ze vaak nog een dag liggen uit te slapen van zo'n operatie. Daardoor kunnen die kinderen eerder naar de afdeling, eerder uit bed en eerder naar huis. En zo lukt het om iedere missie 15 à 20 kinderen te opereren. Kunt u een kleine schets geven hoe zo'n hartoperatie eruit ziet? Ja, zo'n hartoperatie is mogelijk omdat we de hartlongmachine hebben. Dus om bij het hart te komen moet je de borstkas openmaken. Dan sluiten we de hartlongmachine aan. Die neemt dan eigenlijk de functie van hart en longen tijdelijk over. En dat stelt ons in staat om de afwijking aan het hart te repareren. Het genezingsproces verschilt van kind tot kind. Bij baby's kan het 4 weken duren en bij iets oudere kinderen is dat 6 tot 7 weken. Koolbergen geeft aan waarom er geen kinderhartchirurgen in Suriname aanwezig kunnen zijn. Het punt dat hier geen vaste kinderhartchirurg is, is omdat hier het aantal kinderen per jaar wat geopereerd moet worden is 20 à 30. Dus daar kan je niet een vaste kindercardiochirurg voor in dienst nemen. Dan heeft hij te weinig te doen en dan houdt hij zijn ervaring niet. Dus dat is heel moeilijk. Dus op zich werkt dit wel heel goed zo. Want het duurt toch. Gemiddeld zijn kinderhartchirurgen klaar met hun opleiding als ze zo'n 40, 45 jaar zijn. Ja. Okay. En tijdens deze missie, hoeveel kindjes zult u onder uw mes krijgen? Weet u dat? Nou, we hebben er nu 10 gedaan en we hopen er in de komende dagen nog 5 te doen. Dat was een bijdrage van Sifra Goudland. De missie bestaande uit 16 personen vertrekt zaterdag 20 november terug naar Nederland.